het achterliggende doel is dat we eigenlijk de dood wat dichter bij het leven willen brengen. De dood wat normaler willen laten zijn voor mensen. Veel mensen houden dat ver van zich. Natuurlijk, niemand wil dood, maar het is ook zo, we gaan uiteindelijk allemaal dood. Dat weten we gewoon. En daar kun je ook een beetje op voorbereiden en die kun je je ook een beetje mee bezighouden. En de overledenen die zijn ook op een bepaalde manier onder ons. En die gedenken is eigenlijk een hele mooie traditie om dat op 2 november te doen. Alleen doen we dat nu op een andere manier, in de vorm van kunst en kunstuitingen. Dit jaar, in 2014, zijn we op een hele nieuwe plek beland. En dat is gebeurd doordat er eigenlijk een vraag kwam vanuit deze wijk of we de begraafplaats Sint Calixtus wilden betrekken bij een heel wijkgebeuren. En dat is dit jaar dus ook gebeurd. Vanuit het Buurtcultuurfonds van Woonbedrijven staat contact en ontmoeting voorop. Wat ik voor ogen had in de samenwerking tussen de kunstenaars en de bewoners was een langdurige insteek. Wat kunnen de kunstenaars leren van de bewoners en wat is de meerwaarde voor de bewoners van kunstenaars in de wijk? En op die manier zijn ze in de maanden voorafgaand aan het Kunsten Allerzielen project samen gaan werken. En uiteindelijk hebben we gevraagd aan kunstenaars en creatieven uit de wijk om projectvoorstellen in te dienen om de route van de begraafplaats naar het buurtkantoor invulling te geven samen met de bewoners. De reden dat we dat wilden was omdat er geen aula op de begraafplaats is waar je koffie en thee zou kunnen schenken. En dat wilden we doen in het buurtkantoor en op die manier ook het hele Sint-Josef gebied betrekken bij het Kunst en Allerzielen project. Ik ben Marnix Oosterwelder. Ik doe mee aan dit project als ontwerper. En voor mij gaat herdenken vooral over herinneringen. En op het moment dat je herdenkt wil je die herinneringen uitwisselen. Dat doe je door middel van verhalen, het vertellen van verhalen. Dus ik ben op zoek gegaan naar verhalen in de wijk. En dat heb ik op 3 manieren gedaan. Ik ben de deur afgegaan en ik heb mensen gevraagd om sloophout, een stuk hout met een verhaal of een herinnering. En daarbij heb ik ook wat schuurtjes en zoldertjes en achterafjes, plekjes gezien. En aan de hand van die stukken hout en materiaal hebben mensen mij fantastische verhalen verteld. En in mijn eigen studio en bij het Stadshobbycentrum ben ik vervolgens gaan zagen in die stukken hout. En daar heb ik deze collage van gemaakt. Al die verhalen zitten hierin, variërend van een fantastisch handvat van een zaag dat iemand zijn hele leven heeft gebruikt. En die man is overleden, zijn vrouw, dat is mijn buurvrouw, vertelde er het een en ander over. Tot een stuk van mijn eigen meterkastje waar de apparatuur niet meer in paste, tot een hoofdeind waar een jaar of 60 lang een echtpaar op heeft geslapen. Niemand weet wie. Kortom, allemaal verhalen en zonder wat ze verteld hoeven worden, zitten ze hierin. Wat ik heel erg leuk vond is om eens niet op een afstandelijke manier met mijn wijkgenoten om te gaan, maar gewoon met hun over iets te praten. Dus niet over hun, maar over het stuk hout. En op één iemand na heeft iedereen er vol enthousiasme aan meegedaan. Bijna iedereen is ook komen kijken op 2 november. En wat het mij leerde was hoeveel we eigenlijk gemeen hebben. Hoeveel we allemaal behoefte hebben om ons verhaal te vertellen. En hoeveel behoefte we er ook aan hebben om dat te blijven doen. Dus vooral bij mensen die iemand verloren zijn, dat is niet een proces van eventjes. Het blijft terugkomen. En die verhalen hebben ook iets heel moois. Dus met Joke Dekkers, erg van de man hield in haar kwaadige kwijtschraag, kon ze met een lachende traan vertellen. Ik vond het mooi dat ik er na een jaar achter kwam dat ik zo'n leuke buurvrouw had. Bijna alle mensen hebben spulletjes van mensen, van dierbaren die overleden zijn. En die spulletjes die staan eerst in zicht in de woonkamer of zo. En op een gegeven moment dan gaan ze in de kast en dan achter in de kast en dan op zolder of in het schuurtje of zo. En die mensen die vinden dat dus altijd moeilijk. Nee, ik wil eigenlijk zeggen, ze verhuizen ze wel en ze gooien ze niet weg. Mensen gooien die spulletjes niet weg, ze krijgen het niet voor elkaar. En dus ik dacht, dat lijkt me bijzonder om dat soort spullen bij elkaar te zien, om daar een verzameling van te maken. En dan misschien ook tegen mensen te zeggen van, als je het nu afstaat, dan krijgt het nog een keer een functie en heel veel publiek. En misschien is het dan
oké zo, als het dan weg is, wat je zo lang bewaard hebt. Ze vonden het fijn om erover te praten met elkaar, ook om er iets aan te doen, aan te werken. Sommige mensen kwamen ook een paar keer terug. En het werd dus een hele mooie collectie van kleine voorwerpen. Ik heb uiteindelijk met 30 mensen hebben er gewoon meegedaan. Die spulletjes hebben ingeleverd. Niet iedereen heeft meegeschilderd eraan. We hebben ze beschilderd met fosfor, vergat ik helemaal te zeggen nog. Het fosforpigment waardoor de spulletjes oplichten in het donker. Bij dit kan je bijvoorbeeld zien dat we gekozen hebben om dat op een speciale manier te doen, want dan vertekende het object al een beetje. Vertekenen, een beetje vorm veranderen. Dus in het donker zag je bijvoorbeeld van dit doosje alleen maar deze vlakjes die beschilderd zijn. Van deze stoel zag je deze zijkantjes. Wat ik heel bijzonder vond was dat mensen, als ze er mee bezig waren met het schilderen, het steeds bijzondere gingen vinden ook. En ze kwamen op de avond van 2 november met alle mensen die ze kenden opnieuw terug naar de tafels lopen waar de spullen op lagen om te zeggen, kijk, dit was het. Het doel eigenlijk van mijn project is het, of tenminste het idee wat ik had, is het verbeelden van herinneringen. En die herinneringen die zouden dan in een stuk van de Bloemfonteinlaanstraat komen te hangen. En eigenlijk op zo'n wijze dat ik, tenminste dat probeerde ik, dat mensen daar in een soort ondergedompeld werden in herinneringen van anderen. Wat ik heb gedaan is samen met Petra Speelman van Vitalis Zorgcentrum hier in de buurt hebben we bewoners geïnterviewd over hun herinneringen aan mensen die ze kwijt waren. Er zijn mensen die overleden zijn. En dat waren verhalen van hun ouders, van hun opa en oma, van hun vrienden, van soms hun kind, hun collega's. En al die verhalen, of van die verhalen heb ik korte zinnen of steekwoorden gepakt wat nou speciaal was aan die persoon. Heeft u een man gehad? Ja. Was die knap? Ja. Ja? Ja. Waar werd u zo verliefd op hem? Oh, dat weet ik niet. Ik vond het ook heel fascinerend dat mensen dat gewoon zomaar met je delen. Er waren een aantal bewoners die met al die stempels, want er lagen dus van 3 alfabetten, 4 alfabetten, dus de A's, de B's, de C's en de D's. En woordjes gingen leggen en elkaar aanstoken van, hé, hey, gek. Ja, dat was ook wel heel grappig. Dus voor mij was een samenwerking met bewoners een meerwaarde, omdat eigenlijk maak je kunst meestal in je atelier en vanuit je ervaringen. Jij bedenkt het beeld, jij bedenkt hoe het moet worden. En hier heb je met heel veel wensen, maar ook heel veel ideeën te maken. En ja, dan wordt het eigenlijk alleen maar beter door, omdat het ook een stukje van hun wordt. En ik wilde juist het hele stuk, dat was wel 80, misschien wel 100 meter, wilde ik als één ervaring. Ik was zo verliefd op haar. Dus dat mensen in feite, terwijl ze daar doorliepen, dingen konden lezen en een stukje herkenning of verwondering voelden. En zeker het gevoel van, ik ben niet alleen. Ik heb een tijdje nagedacht over wat interessant zou zijn voor het project. Mijn oog viel op een klein artikeltje op internet over een Amerikaanse professor die een onderzoek had gedaan in 1930 of ongeveer over het gewicht van de ziel. Hij had geconstateerd dat het 21 gram was.
Dat intrigeerde mij nogal en toen dacht ik van god, het zou mooi zijn om in het kader van het kunst van het herdenken uit ijzer, want tenslotte is dat het materiaal wat mij het meeste aan het hart ligt, rondjes te snijden met de plasmasnijder die ongeveer 21 gram zouden wegen. Nou, dat hele idee stuitte op nogal wat praktische problemen in verband met lawaai en de haalbaarheid op de avond zelf. Dus ik heb dat hele project, dat idee eigenlijk wat bijgeschaafd. En ik ben toen eigenlijk ongeveer 2 weken lang heb ik mensen gevraagd om de ziel te tekenen. En omdat die 21 gram weegt, zou hij ook een vorm moeten hebben. En ik heb eigenlijk iedereen die ik tegenkwam gevraagd om dat te doen. Dat heb ik verzameld in een boek. Ik ben begonnen op de ochtend dat de steen van de stadsdichter werd onthuld op de begraafplaats. Diezelfde dag heb ik ook het hobbycentrum bezocht, het educatieve centrum. Ik heb mensen op straat aangesproken en eigenlijk de 2 weken daarna heb ik eigenlijk iedereen die ik tegenkwam gevraagd om tekeningen te maken. Ik dacht dat het vooral gaten zou opleveren, allerlei soorten vormen. Maar al snel bleek dat mensen eigenlijk allerlei soorten vormen voor ogen hadden als ze dachten aan de ziel. Na anderhalve week, 2 weken, had ik ongeveer 120 zielen verzameld. En mijn plan was om die zielen uit te snijden uit metalen banieren, dus eigenlijk langwerpige vlaggen, die zelfstandig zouden kunnen staan aan de ingang van de begraafplaats. En ik heb toen contact gekregen via met een viertal bewoners uit de buurt. Die 4 mensen hebben eigenlijk gedurende een week op bepaalde momenten, s'avonds, maar ook overdag, mij geholpen om de 6 banieren uit te snijden en te maken zodat ze geplaatst kunnen worden bij de begraafplaats. Wat opviel was dat als de bezoekers s'avonds, en waarin aan ik had gevraagd om hun ziel te tekenen, gingen direct op zoek naar hun eigen ziel om te kijken of die ertussen stond. En dat was natuurlijk ook zo, want ik heb eigenlijk alle 120 zielen gemaakt. Thank you.
Ik heb verteld dat ik al een aantal jaren meedraai, zeg maar, in dit verhaal als vrijwilligster. En dat het gewoon mij heel veel doet, zo'n avond. En ook de voorbereiding, zo'n dag. En dat het een hele bijzondere manier is om wat dichter bij nabestaanden en bij leven, dood en herdenken is komen te staan. En dat het toch anders is dan het allerheilige vieren van een bezoekje aan een kerk. Dan is het gewoon heel fijn dat je ook uit kunt leggen dat het vanaf 6 uur eigenlijk pas begint. En dat er van alles staat te gebeuren met vuur, met licht, met gezang, noem maar op. En dat ik toch heel vaak de reactie kreeg van nou, dan komen wij graag terug. Ja, bewoonster, bezoekster en een beetje echt betrokken bij het hele gebeuren. Omdat ik hier in de straat woon, bij het kerkhof. Heel veel meemaak van wat hier gebeurt op het kerkhof. Hier zijn hele bijzondere begrafenissen. En het is gewoon een heel mooi gebeuren om dan mee te maken dat je op een avond in het donker zo'n mooie lichtroute kan volgen met allerlei kunstenaars. Het was heel sfeervol. Ja. Het was eigenlijk een beetje gezellig op het kerkhof. Ik vond heel veel lichtjes ook wel leuk, maar ik vond het labyrint van de cd's vond ik ook wel heel grappig. Ik denk dat kunst een hele mooie manier is om dingen te beleven, te ervaren. En een manier van je eigen overleden herdenken is dit, dat we zo'n route maken op de begraafplaats, waar mensen langs de verschillende kunstelementen wandelen en elkaar ook ontmoeten en beleven dat je ook met elkaar bent, dat je niet alleen bent, dat je dit met heel veel mensen eigenlijk deelt en kunt delen. Aan het begin van de begraafplaats worden de bezoekers welkom geheten en ze krijgen daar een grafkaarsje mee wat al brandt. Ze mogen een bloem uitkiezen, dat kunnen ze ergens neerleggen of ze nemen het mee naar huis. Maakt niet uit en ze gaan de route lopen. Onderweg komen ze van alles tegen. Dit jaar was er prachtige, ik noem het maar glasmuziek. Er waren flessen opgehangen waar je tegenaan kunt tikken. Met je vinger draaien op een glas en heel zacht muziek werd erbij gemaakt van een viool en soms van een trekharmonica. Het was heel subtiel en heel, het glas is ook breekbaar. Dit vond ik ook muziek die heel erg breekbaar was. Op een gegeven moment is er een plek en daar wordt troostsoep uitgedeeld. Kunnen ze even gaan zitten en krijgen ze een bakje soep. En even later kunnen ze aanschuiven onder de tent van de verhalenvertelster. Die een prachtig verhaal vertelt wat ook heel duidelijk met dood, met alle zielen te maken heeft. En verderop kunnen mensen een berichtje schrijven. Wat ze aan een loostaafje hangen, wat dan in de boom gehangen wordt of aan het hek wordt gehangen. Dat geeft een heel mooi lichteffect in de avond. En namen noemen is een van de belangrijke onderdelen van zo'n avond. De namen van alle overledenen, dat zijn alle overledenen die opgegeven zijn via ons e-mailadres. Jesse van de Roo, Lumela Murray, Murray, Donjana, Hans van Essel, Jippie van Genning, Frans Smits, Donjana, Donjana. Er zijn ook kunstenaars die niet iets doen, maar die iets laten zien. Hè, van glaskunst of van keramiekkunst. Hele mooie elementen die ook voor mensen heel indrukwekkend kunnen zijn. Ik heb wel mensen heel nadrukkelijk zien kijken naar, wat is dit? En wat beleef ik hier aan? Dat is wel heel mooi. Aan het eind van de begraafplaats was ook een heel mooi labyrint gelegd. Dat mensen konden lopen, waarna ze ook op een reep stof konden ze ook iets schrijven.
En dat werd opgehangen in de boom. Dus ook zo'n, ja, zo'n doemoment, maar ook een inkeermoment van het lopen van een labyrint. Ik denk dat het wel een hele toegevoegde waarde was dat dit jaar de wijk betrokken was en kunstenaars uit de wijk ook nadrukkelijk al van tevoren bezig geweest zijn met bewoners om samen met hun iets tot stand te brengen. En dat werd zichtbaar uiteindelijk op de avond zelf, maar ik denk dat er heel wat werk aan vooraf is gegaan. Contact te leggen, met mensen praten en met mensen ook echt dingen doen. Dus er zijn, ik vind zelf, een aantal hele mooie elementen ontstaan, zoals de banieren vlak bij de ingang van de begraafplaats. De banieren die verderop in de straat hingen, die gemaakt waren met bewoners van Berkelhof, waren ook prachtig. Waar de uitspraken stonden van hoe ze hun overledenen herinnerden. Vlindertjes die gemaakt waren en in een spiraal stonden, die waren met heel veel kinderen gemaakt. En een kunstenaar die een grafkist betekende, terwijl die gesprekken had met bewoners. Dat was natuurlijk prachtig. En dan hadden we het buurthuis met de koffie en de thee en de troostkoekjes. Nou, en nog muziek. In ruimte 6 was er een lokaal mooi ingericht voor muzikanten die de hele avond ook muziek hebben gemaakt waar veel mensen van genoten hebben. Ja. Maar het bijzondere van dan zo'n avond te organiseren is natuurlijk dat je dan met heel veel mensen samenkomt en samen iets doet. En dat is dan samen die route lopen en die kan je... Met samen bedoel ik niet met hele drommen tegelijk, maar je kunt die alleen doen, of met z'n tweeën, of met de hele familie. Maar je voelt je wel enorme verbintenis met al die andere mensen die je helemaal niet kent, maar die ook wel samen op die avond komen. En iedereen heeft zijn eigen overledene om te herdenken. En dat geeft wel een heel fijn samengevoel, denk ik.